fijne hiervan vind ik toch nog, en dat mag best wel gemeld worden, dat die chauffeur, die pas 3 dagen in dienst was, toch heeft gezorgd dat meneer op tijd in het vliegtuig zat. Ja, en dat vind ik heel erg. Op tijd voor de hoofdprijs. Kijk, en ik begrijp dat je gewoon geen geld hebt om je chauffeurs op te leiden. Nee, maar om dat nou op de kosten van je klanten te doen, vind ik ook weer zoiets. Je neemt de trein naar Schiphol om zeker te zijn dat je op tijd bent voor je vlucht naar Barcelona. De trein vertrekt op tijd, alles onder controle, totdat je in Leiden blijft steken. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Daar weet jij niks van. Ik zit al een paar jaar hoog, hè? Dan kan ik mijn zaak wel opdoeken. Mensen, hoe kunnen wij zo leven met elkaar? Hij kan zeggen wat hij wil, hij ligt. Moet natuurlijk wel netjes blijven. Ho, 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 ho. Dank u wel. Iedereen heeft wel eens zo'n dag dat alles tegen zit. Zo ook Jaap en Daphne. Onderweg naar Schiphol stranden ze met de trein in Leiden. Geen paniek, ze stappen in de eerste de beste taxi. Blijkt het toevallig dat taxibedrijf te zijn dat regelmatig adverteert met een vast laag tarief voor een rit naar Schiphol. Met zweet op hun voorhoofd arriveren ze eindelijk op de luchthaven. En dan volgt een nieuwe teleurstelling. Afgelopen najaar wilden wij met de trein vanuit Den Haag naar Schiphol zien te komen om ons vliegtuig te gaan halen naar Barcelona. Helaas reed de trein niet verder dan Leiden en waren we genoodzaakt een taxi te nemen om nog op tijd op Schiphol te kunnen komen. Wij wisten dat het taxibedrijf in kwestie adverteert met een vast bedrag van €34 om van Leiden naar Schiphol te rijden. Nou, we stapten in de taxi. Dit bedrag werd dus ook meteen bevestigd door de chauffeur. Echter, na een paar meter gereden te hebben, kwam er een bericht van de centrale dat alle speciale tarieven waren vervallen en dat er op de meter gereden ging worden. Plus dat die taxichauffeur nog even 20 kilometer ging omrijden. Nou, al dit fijns bij elkaar kwamen we tot de optelsom van ruim €67 voor een klein pokkenstukje van Leiden naar Schiphol. Rijdende rechter... Wij eisen ons te veel betalen geld terug. Zo, ja. Dat klinkt wel stevig, hè? Ja. Ja. Wat gingen jullie eigenlijk doen in Barcelona? Gewoon vakantie? We waren... Korte trip. Ja, voor 5 dagen. Waarom heb je de NS eigenlijk niet aansprakelijk gesteld? Zijn zij eigenlijk niet de reden voor deze extra kosten? In principe staat het helemaal los van het feit of wij daar nou met de trein zijn blijven hangen, natuurlijk. Ja. Want wij nemen gewoon een taxi. En dat staat natuurlijk, dat heeft helemaal voor de rest niks met de NS te maken. Toen jullie uit het station kwamen, heb je toen gewoon de eerste beste taxi gepakt? Ja, niet bewust een taxi van het bedrijf te groot? Nee hoor. Nee, en er kwamen natuurlijk nog zoveel mensen dat station uitgelopen. Maar, want hoeveel hebben jullie nou uiteindelijk betaald? Naar Barcelona voor die vlucht? Nee, voor die taxi, want daar gaat het om. €75. €75? Ja. Maar we hadden in principe, de taxichauffeur die heeft natuurlijk uit eigen zak, dat vond ik wel heel aardig. Ja. Die denkt van ja, zo kan ik ze natuurlijk niet weg laten gaan. Dat vond ik heel vriendelijk, heeft hij toch wel een klein duit in het zakje gedaan. Maar ja, dat was een eigen initiatief. Dus wat werd het uiteindelijk? Uiteindelijk was het €67. Ja, €50. Ja, dat was hoeveel te veel, naar jullie inzicht? Ze adverteren met €34. Ja. Staan dus €32. Voor. Ja. Nou, waar gaat het nou eigenlijk helemaal om, denk ik dan? Ja. €32. Zo dramatisch was het toch niet? Nou ja, gewoon, ja, eigenlijk bijna je hele reis wordt gelijk zeg maar met 50% ingekort, zo ongeveer natuurlijk met dat soort bedragen die gerekend zijn door dit bedrijf. Maar wat zeg je nou? Nou, bij wijze van spreken, als je kijkt hoe goedkoop een ticket is natuurlijk naar Barcelona en als je dan in één keer door zo'n taxibedrijf hetzelfde prijs moet betalen als een ticket naar Barcelona, dan gaat het hard. Hè? Is dat net zo duur als een ticket naar Barcelona? Ik ja, heb begrepen, soms wel. Stel, je had niet dat vliegtuig moeten halen en dit was je overkomen. Dan hadden we niet betaald. Dan had je niet betaald? Nee, oh nee. Nee, dan hadden we niet dit bedrag afgerekend. Het was echt dat we dat vliegtuig moesten hebben. Volgens mij wordt de politie er dan bij gehaald. Nou, dat was dus ook een beetje de angst van, ik wilde eigenlijk ook niet betalen. Maar ik denk van ja, dan staan we daar net in te checken en dan word ik door de politie uit die rij gehaald. Dat is ook niet erg gezellig. Ja. Dus, maar in principe ook daar gewoon de politie bij laten komen. Ja? Ja, hoor, absoluut. Ja, zeker wel. Zat het je zo verschrikkelijk hoog? Nou, dat is ook heel hoog. Goed, nou, we gaan eens even naar de tegenpartij. Voor een rit van station Leiden naar Schiphol rekenen de taxibroers De Groot voor iedereen het normale tarief. Ze snappen er ook niets van het verwijt van Jaap en Daphne. Sterker nog, volgens hen mogen die dankbaar zijn dat ze het vliegtuig niet gemist hebben. Vanaf het station Leiden worden alle taxiritten op het metertarief gereden. Er rijden daar vandaan bijna geen mensen naar Schiphol omdat deze al voor de trein hebben gekozen.
In het geval van de heer De Boer, die vast kwam te zitten op het station in Leiden, konden we van deze regel niet afwijken. De taxichauffeur in kwestie was pas 3 dagen bij ons in dienst en zou dus best een foutje gemaakt kunnen hebben met de route. Meester Visser, de heer De Boer wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Maar wij willen het reële tarief van Leiden naar Schiphol handhaven. Ik ben Broers. Ja. Ja. En ik begreep dat het een familiebedrijf is. Ja, klopt. Taxi De Groot. Klopt. Hoe lang is dat al in de familie? Sinds 1922. Oh, dat was uw grootvader? Ja. En sindsdien gestaag uitgebreid? Vertel eens. Ja, het ging van mijn grootvader op mijn vader en mijn oom. Van mijn vader en mijn oom op ons weer. En zo proberen we de traditie door te zetten. Ja. Oudste taxibedrijf van Leiden. Van Leiden. En jullie hebben ook weer zoons die dat dan voort gaan zetten? Dochters. Dochters? Ja, alleen maar dochters. Nog beter. Ja, daarom. Die kunnen dat vast ook heel erg goed. Is het nou lastig om in deze tijd het hoofd boven water te houden als taxibedrijf? Nou, om ons heen gaan een hoop taxibedrijven, die hebben het vrij slecht. Ja. Wij merken daar nog niks van, maar we spelen heel goed in op de markt. En wat belangrijk is we zitten er allebei bovenop. Vandaar misschien ook die campagne die jullie op een gegeven moment zijn gaan voeren voor 34 euro naar Schiphol. Nou, de campagne is ongeveer 4 jaar geleden gestart. Dat we vanuit de Leidse regio voor 34 euro naar Schiphol gingen rijden. Ja. Nou, dat is een daverend succes, want we gaan ongeveer toch wel 30.000 keer per jaar nu. Ja. Alleen, wij hebben altijd de policy gehad dat vanaf het station alle taxiritten op de meter moeten. Maar op een gegeven moment, wat jij zegt, is van de, ik bedoel dat er gebeld moet worden. Staat nergens in je advertentie van. Wacht even, want er is een advertentie. Wanneer las je die advertentie? Die advertentie van voor 34 euro naar Schiphol. Daar wordt continu mee geadverteerd. Dus die kent hij? Ja, die kent hij. Nee, dat mag niet, want ik wil eerst van hem weten of hij die advertentie. Wij waren op de hoogte van die bedragen. Ja. Van tevoren wist je dat? Ja, wij wisten dat die bedragen gehanteerd werden. Ja. Mij is gebleken, wat je zelf verteld hebt, dat je pas na afloop, toen je weer in Nederland was, van dacht van je schoonmoeder of van je moeder, die advertentie onder je neus kreeg van 34 euro. Dus het lijkt me heel sterk dat je dat van tevoren wist. In die advertentie staat dus niet bij dat je van tevoren moet bellen. Dat heb ik toch goed begrepen? Dat, hè? Dat staat er dat niet bij. Nee. Wie heeft die advertentie opgesteld? Ik. Nou, dan had u dat er misschien bij moeten zetten. Och, deze meneer is na 4 jaar de eerste die aan de bel trekt. Nou, kijk, we hebben een standpunt. En dat standpunt blijven stevast instaan vanaf het station. Als iemand de wagen inspringt die zegt ik wil naar Schiphol, is het metertarief. Dat is gewoon ons standpunt. Ja. Dat zetten we al jaren. Dus niet voor één gaan we het veranderen. U dacht niet om van het gedoe af te zijn, geven we die jongen. Want die 32 euro, daar gaat het jullie natuurlijk niet om. Dat hebben we toch goed begrepen? Ja, het werd voor meneer een principe kwestie. Ja. Juist, en daardoor ik snap ook, het. En langzaam voor ons ook. 5 euro is natuurlijk niet veel. Want wanneer heb je gebeld, Jaap? Gelijk toen wij terugkwamen in Nederland. Gelijk, ja. Dezelfde dag nog. Ja, maar had je die kwaadheid dat je opgespaard? Had je bewaard in Barcelona? We hebben geen ruzie gehad toch in Barcelona? Wel een beetje Rio gaan. Jullie praten elkaar net wel een beetje tegen, vond ik. Want kijk, de eerste is als je werd er, zei jij van, nou ik wist in welke taxi ik stapte. En jij wist het weer niet. Dus, nou, ik heb gewoon de eerste, de beste taxi die daar stond. Maar jij zei net, ik wist in welke taxi ik stapte. Dus daar kijk dan had het. Dat leg je dan misschien verkeerd uit. Wij zijn gewoon op de hoogte geweest van de tarieven. Hij zegt ze wisten het van tevoren. Nou ja, goed, daar is over twist. Dat gaat nou niet even. Ik wil nog even één ding weten, namelijk de rol van de chauffeur. Die chauffeur, je moest omrijden, begreep ik? Die heeft het niet goed gedaan? Hij nam de A44 en die was op dat moment voor een week, meen ik, afgesloten. Dus je moest door de bollenroute rijden, door alle dorpjes heen. Mooi. Ja, zeer, maar daar zit je dan niet op te wachten. Nee. Dit was heel spannend, gewoon best wel. Eén minuut voor de inchecktijd hebben we ingecheckt. Ja, dus jullie, dat was gewoon echt een beetje. Ja, ik vond het ook een beetje lullig om zo meisjes in de stress te jagen. Want wij zaten natuurlijk op ons horloge te kijken van rij nou even door. En toen ging die Starsky een hutsbocht te maken en dat was op zich allemaal wel oké. Ik bedoel, dat is wel, hij probeerde wel op tijd er te zijn. Dat hij deed zijn best. Nou ja, alleen als je geen ervaring hebt, dan kan je natuurlijk proberen wat je wil. Dat maar, was een beetje jammer dat het een vrij onervaren chauffeur was. Nou, dan wil ik daar even op terugkomen. Ik ben dan wel ervaren, maar ik zou dezelfde route genomen hebben. Waarom? De A44, dat zijn 2 snelwegen van Leiden naar Schiphol. De A44 en de A4. Wow.
De A4 stond vast. Dat wisten we, want alle chauffeurs gingen over de Bollenroute. Ook chauffeurs die bijna 65 jaar zo wat in het vak zitten. De route vond ik niet verkeerd. Niet. En de onervarenheid van de chauffeur heeft ook geen rol gespeeld. Hij heeft, laten we zeggen, zijn best gedaan om het zo goed mogelijk op te lossen. Ik ben heel blij dat ze... Niet boos zijn op de chauffeur. Nou, nee, het was gewoon een beetje onhandig. Maar goed, ik vond op zich... ben ik ook onhandig, want ik had diezelfde route genomen. En mensen die bij mij in de wagen hebben gezeten met de afgesloten snelweg, nemen ook die route. We hadden eens even kijken in Leiden. Of tenminste, meester Frank Visser die ging daar naartoe, naar station Leiden, voor een reconstructie. En hij gaat vervolgens naar het taxibedrijf om zich verder te laten informeren. Goedemiddag. Ja, verhoor. Goedemiddag, Michel de Groot. Dag, Patrick de Groot, Visser. Ik heb deskundigen meegenomen van het ministerie. Ik weet veel meer van taxis af dan ik. De tarieven staan hier. Dat zijn al de nieuwe tarieven van... Dat zijn de nieuwe tarieven, ja. Nou, die zijn in december vervangen. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Visser. Martijn Stam. U bent de taxichauffeur, daar zijn ze. Die meneer en mevrouw heeft weggebracht. Dat klopt. Ja, ik, nou, gewoon de gewone taximeter zie ik. Had u ook nog even op de tarievenlijst gekeken voordat u vertrok? Of, Tarievenlijst is ons mondeling meegedeeld eigenlijk, het tarief. Dus... Ja, u heeft niet op het kaartje gekeken? Nee, in principe niet. Nee, omdat we zouden niet op de meter gaan rijden. Dus dan ga je ook niet de tarieven natuurlijk checken. Nee. Maar ging de meter wel aan toen u vertrok? De meter is op een gegeven moment aangezet, ja. Ja, zonder dat wij Want, daar... Ik ga even bij zitten, dat is wel zo handig. Als u nou... voor een vooraf afgesproken tarief rijdt. Gaat dan de meter aan? Dan gaat de meter op een bepaalde stand aan. Die gaat toch aan? Ja, maar dan loopt hij niet. Hij staat stil op het vaste bedrag. Maar hij doet wel de kilometers? Nee, dat rekent hij niet. Helemaal niet? Nee. Oké. Alleen in dit geval kwam het van het station af. Ja. En heeft u toen gelijk de meter aangezet of niet? Direct de meter aangezet. Ja, ik vroeg net aan de bestuurder. Of hij nou, als hij op een vooraf tarief, hè, dus een afgesproken tarief, of hij dan de meter aanzette. Hij zei, hij gaat wel aan, maar hij loopt niet. Het is wel de bedoeling dat op het moment dat de taxichauffeur wordt gedaan, dat er op de meter wordt gereden, zoals men dat noemt. Dus dat je toch een bedrag krijgt? De meter die moet wel meelopen. Ja, ja. Er is kennelijk een gesprek geweest tussen de bestuurder en tussen de centrale. Ja, en ik had op die dag dienst. En de vraag is gesteld, mogen wij vanaf het station voor die 34 euro naar Schiphol? Het antwoord is nee, dat mag niet, want we rijden van het station op metertarief 1. Oké. Van Leiden naar Schiphol. Wat ik nu eigenlijk wil doen, is dat ik nu even naar uw bedrijf rijd. Ja. Wij gaan lekker met de taxi. Ja. Als ik u was, zou ik ook de taxi even nemen. Goedemiddag hier. Goedemiddag. Nou, allemaal de televisieserie Taxi gezien, maar het is toch heel anders. Ja, het is wat klein. Ja. Maar wel fijn. En wie gaat er nu over de tarieven? De chauffeur? Nee. Of hier? De RVI gaat over de tarieven en wij als bedrijf voeren ze uit. In principe. Maar als er een probleem is over tarieven, wie neemt dan de beslissing? Als de centralist neemt in principe de beslissing als er gepraat wordt over de mobilifoon over prijsafspraak. Oké. Okay. De ritterstaten, die worden hier ook bewaard? Of heeft u die, de ritterstaten worden hier ook bewaard, ja. En ja... Die ritterstaart van de bewuste dag, is die, hè? Die heb ik gekopieerd. Toch? Dus, die heeft u al gekopieerd? Ja, die hebben we eruit gehaald. Nou, dan wil ik graag die ritterstaart meenemen. Ja, die mag zo. En dan zien we elkaar zo terug voor de hoorzitting. Ja. Dan gaan wij samen die ritterstaart nog even bekijken. Maar ja, niet dat ik er verstand van heb. Nee, wacht. Ja, wacht. Ja. Ja, de plaats van die hoorzitting, Café Stampa, is tot een nok toegevuld met vakbroeders uit de taxiwereld. Onder leiding van meester Frank Visser voerden beide partijen een stevige discussie over advertenties en tarieven. Welkom, we zijn hier vandaag in Leiden in een etablissement genaamd Stampa voor de behandeling van het conflict tussen meneer De Boer en mevrouw Van den Borgt tegen taxibedrijf Gebroeders De Groot uit Leiden, vertegenwoordigd vandaag door directeuren Patrick en Michel De Groot. Ik heb hier twee krantenknipsels liggen, advertenties, hier eentje in het Nieuwsblad, de Vrijdagkrant, en daar staat in Schiphol Service, taxi of limousine tot 8 personen, 34 euro. En ik heb hier nog eentje met dezelfde tekst. En die is afgedrukt naast een snapshot van Miss Leiden, de schoonste van het land. Nou, u weet wel waar u advertenties zet. Tuurlijk. Dat trekt in elk geval de aandacht. Ontvangt u dat blaadje ook bij u in Den Haag? Wij hebben dat uit indirecte, toch wel directe bronnen uit Leiden
gekregen van de moeder van... Van mij. Daphne, krijgen wij dat blaadje regelmatig binnen, zeg maar. En u had dat gelezen? Ja, wel dat gelezen. 26 oktober 2002. Ja. Toen ging u op vakantie. Althans, u moest naar Schiphol. Ja, we waren op weg naar Schiphol. En u kwam vast te zitten in Leiden. En toen dacht u in uw hoofd, ik moet taxi de groot hebben voor het Schiphol. Nee, op zich ga je dan stap je gewoon de taxi in. Die er staat? Die er staat. Maar goed, je stapt in en ik zeg op een gegeven moment, is er een speciaal tarief wat we af kunnen spreken. En er wordt gezegd, ja inderdaad, wij rijden voor €34. Reden auto toen al? De auto was toen nog niet weggereden. Maar er werd wel gezegd dat er voor €34 een prijs gemaakt kon worden. Voor Schiphol. Nou, toen ging de auto dus wel rijden. Maar mijn gevoel is gewoon zegt dat er algemeen bekend is geworden op de centrale dat de treinen niet meer reden. En op dat moment werd er gewoon een soort embargo afgekondigd op al dit soort tarieven. En die kwamen gewoon te vervallen en de meter werd aangezet. Ja. Ging toen de meter pas aan? En toen ging de meter pas aan, ja. Dan ga ik nu even de getuigen horen. Meneer Stam. U zat in die bewuste taxi. Ik zat in die taxi. Ik was aan het werk inderdaad. Toen kwamen ze aan, koffers neem ik aan. Klopt. Toen ben ik bij de centrale gaan informeren wat het tarief was. Of dat €34 was. Ik werkte 3 dagen pas voor de taxi. Ik was nog niet heel erg bekend met het rijden en zeilen. En toen werd er tegen mij gezegd dat vanaf het station... dat dan de meter gewoon gaat lopen op het normale tarief. Reed u toen al of niet? Toen, toen reed ik nog niet, nee. U weet heel zeker dat het toen nog stil stond toen u naar het tarief informeerde? Dat weet ik heel zeker, want ik moet een meter moet ik aanzetten. Hoe dan ook, of ik nou op welk tarief ik nou rij. Maar voordat ik de meter aanzet, bespreek ik eerst het tarief met de centralist. Dus het verhaal van u en de chauffeur loopt uit elkaar. U zegt, voordat de wagen in beweging kwam, hadden we al een tarief afgesproken van €34. U had gevraagd, is er een tarief, €34? Ja. En de chauffeur zegt, nee, we reden al. Ja. En toen heeft hij geïnformeerd naar het tarief. Op de rittenstaat heeft u geschreven €72,50. Maar dat hebben ze niet afgerekend. Ze hebben €67,50 afgerekend. 10% korting ging eraf. Ja. Op een gegeven moment, we rijden dus en ik zie die meter in één keer over de kop gaan, boven de €50. Want hij was om aan het rijden. Ja. Dus ik zeg, neem nou even contact op met de centrale. En hij zegt dan gewoon dat je fout hebt gereden. En toen zei hij van, ja, sorry, ik heb net een nieuwe baan en ik ga dat nu niet op scherp zetten. En toen wilde hij, op een gegeven moment heeft hij aangeboden om uit zijn eigen zak, omdat hij geen slechte indruk wilde maken op deze heren, een bedrag zeg maar te compenseren. Maar toen zei ik van ja, luister even, €5 terwijl de tarief voor de hoofdprijs. Ja, voor de hoofdprijs. Toen dacht ik echt van ja, dat is natuurlijk gewoon, daar gaan we dus absoluut niet mee akkoord. Van die €5 uit uw zak? Ja, ik heb omdat ik zelf ben omgereden, vond ik een beetje vervelend voor die mensen. Ja, heb ik daar dus de korting is door de chauffeur zelf gegeven en niet door u. Dat is ook niet de bedoeling. Op een gegeven moment is daar een bedrag ontstaan. He, en dat absurd hoog, maar goed, oké, hoe dat nou, we vinden het bedrag ook hoog, maar ja, nogmaals, voor de omrijkosten, daar hoeft u niet nee, niet maar betaald. Ik vind toch de hele insteek van het verhaal blijft er. Als je iedereen gek gooit met advertenties van €34 en vervolgens stapt iemand in de taxi en op het allerlaatste moment wordt in één keer gezegd van, oh, vervolgen. Ja, dan heb ik zoiets van, het is gewoon één grote circus. Nee, kunnen ze zich voorstellen dat zij het flauw vinden? Probeer nou weer in te leven. Het had voor €34 gekund als ze 's ochtends hadden gebeld. Ja. We kunnen ze ook uit Den Haag halen voor een aantrekkelijk tarief. Ja. Onze vaste relaties en mensen die vooraf boeken, kunnen allemaal voor €34 naar Schiphol. Maar dat staat niet in uw advertentie. Dat staat inderdaad niet in de advertentie. Nee, maar staat niet zwart op wit. De policy en ieder leidsbedrijf rijdt op station vanaf het metatarief. Maar hoe moeten zij dat weten? Dat hoeven we niet te weten. Want zij zijn via moeder kennelijk geabonneerd op dit schitterende blad. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat ze op een of andere manier achteraf daar navraag over hebben gedaan. En, Nee, het is gewoon algemeen bekend. Er staat gewoon in dat blad. Jullie adverteren zoveel met dat tarief. Dat nou, we hebben talloze tevreden klanten. Maar het fijne hiervan vind ik toch nog, en dat mag best wel gemeld worden, dat die chauffeur, die pas 3 dagen in dienst was, toch heeft gezorgd dat meneer op tijd in het vliegtuig zat. Ja, en dat vind ik heel erg. Tijd voor de hoofdprijs. Kijk, en ik begrijp dat je gewoon geen geld hebt om je chauffeurs op te leiden. Nee, maar om dat nou op de kosten van je klanten te doen, vind ik ook weer zoiets. Kijk, en... Je moet natuurlijk wel netjes blijven. Nee, maar dat is toch gewoon zo. Het slaat toch gewoon nergens op. Nee, op de taxi gaat zetten die op een gegeven moment niet zijn weg naar Schiphol kan vinden via de kortste route. Anders had die chauffeur eerst naar Leiden-Dorp moeten rijden om de A4 op te gaan. Maar dan had hij in de file gekomen. Dus ik vind dat de chauffeur niet heeft omgereden. Die heeft zeer goed gehandeld, ondanks dat hij pas 3 dagen... Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want als iemand in de blind naar de A44 rijdt en dan daar aankomt en niet weet dat hij afgesloten is, dan vind ik dat nou niet bepaald juist handelen.
En dan vervolgens ga je zo'n dode rit ga je maken. Door zeg maar de bolle route ga je maken. Nou, dat is de ene. En dat is allemaal hartstikke leuk. Wat de heren bedoelen is dat als de verzamelde taxibedrijven geen taxis hadden ingezet, dan had u bij wijze van spreken nog op Schiphol gestaan. Op Leiden gestaan. Dan is dat weer een andere. Maar kijk, je kan ook allerlei suggestieve dingen gaan oproepen. Als. Dit is gewoon een feitelijke situatie die is ontstaan. En op een gegeven moment een soort ridder in de noten te gaan spelen hier, dat vind ik helemaal absoluut niet van toepassing. Nou, dat is onze bedoeling ook niet. U wordt niet overstroomd door gevoelens van dankbaarheid. Nou, nee, ik vind gewoon, je spreekt iets af, klaar, uit. En dat is gewoon zakelijk. In principe stop je in een taxi en dan gaat de meter aan en je rijdt naar Schiphol, klaar. Zo erbij halen dat je dan een ridder in nood bent, weet je wel. Je maakt gewoon een afspraak, je doet gewoon zaken. Oké, is duidelijk. Standpunten duidelijk. Okay. Ik zie u terug voor het vernemen van de uitspraak in de studio. En tot die tijd moet u uw geduld betrachten. Wordt dit het duurste taxiritje ooit voor Daphne en Jaap? Of was die advertentie inderdaad misleidend en moeten de gebroeders De Groot het verschil terugbetalen? Hier is meester Frank Visser. Uitspraak in de zaak van de boer en van de borg tegen taxibedrijf De Groot. Ja, heeft de chauffeur nu wel of niet beloofd dat hij de boer en zijn vriendin voor €34 naar Schiphol zou rijden? De chauffeur heeft dat als getuige betwist. En bovendien, en dat is niet onbelangrijk, stond de taximeter van het begin af aan op het normale tarief ingesteld. En op gezag van de deskundige moet ik aannemen dat je dat niet tussentijds kunt wijzigen. Maar hoe staat het dan met die advertenties? Want daar stond toch echt in vermeld dat je voor het vaste Schiphol-tarief zou worden vervoerd. En nergens werd melding gemaakt van de voorwaarden dat dat alleen gold bij vooraf bestelde ritten. Het was dan ook beter geweest als in de advertentie was verwezen naar de geldende voorwaarden. Zoals je zo vaak ziet, hè? Vraag naar onze voorwaarden. Maar de vraag is nu of dat betekent dat Taxi De Groot ook verplicht was om voor dat vaste tarief, zoals in de advertentie aangegeven, de rit uit te voeren. Ik vind van niet. In redelijkheid mochten de heer De Boer en zijn vriendin er immers niet op vertrouwen dat dit speciale tarief ook gold voor toevallig klanten die bij het station zonder melding vooraf en willekeurige taxi nemen richting Schiphol. En dat betekent dat de rit terecht is berekend volgens het gebruikelijke metertarief. Zij het dat er wel een herberekening moet plaatsvinden naar het reële metertarief voor die afstand vanwege het omrijden, zoals De Groot ook heeft beloofd dat hij dat zal doen. En ik heb dat voor u berekend. Het reële tarief heb ik berekend op €63,53. Ja, en dan leert een eenvoudige rekensom dat meneer De Boer en mevrouw nog recht hebben op teruggave van €3,97. Dat is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Nou, gefeliciteerd. Ja, nou. Nou, wij willen. Ja, wij zijn heel erg blij. We hebben wel samen even gesproken hierover en we willen ze sowieso een gratis rit van Den Haag naar Schiphol aanbieden. Voor de volgende keer. En dan komt je voor ook de volgende tijd. Keer. Ja, goed. En jullie, jullie zijn sprakeloos. Ja, dat hoorde ik je zeggen. Ja. Fantastisch gewoon. Ja, als je dan toch een beetje verdiept in juridische dingen en zo. En als je het dan simpel bekijkt, dan denk ik ook wel van is het rechtsstelsel lichtelijk dement of zo. Maar goed. Gaan jullie willen het aanbod gebruik maken? Ik zou het op prijs stellen. Als jullie dat zouden doen. Goed, ik snap dat. We gaan misschien die advertentie toch ook wel aanpassen. Nou, we zullen in de kleine lettertjes moeten zetten dat het niet vanaf het station gaat gelden. En that's it. Oké, hartelijk dank in ieder geval allemaal voor de komst. Heeft u ook een zaak voor de rijdende rechter? Bel dan met 0900 1301. Tot volgende week.